Goedemiddag allemaal. Dank u wel voor de uitnodiging om hier vandaag iets te zeggen. Ik ga het heel kort houden. Het zou mij te ver brengen en te lang duren om al onze studies uit te leggen. Ik ga kort zeggen wat onze missie is. En jullie hebben dit, wat hierop staat, ongetwijfeld allemaal al tot in het treuren toe gehoord. Het zit tussen jullie oren en je moet er maar mee leven. Vandaar dat het eigenlijk onze missie is om aan te tonen dat IBS een ziekte is, door inzicht te verschaffen in de onderliggende ziektemechanismen. En dit heeft u waarschijnlijk allemaal wel gehoord, dat we dit mechanisme inderdaad hebben opgelost, althans deels. En het is leuk om te zien dat er velen dit onderzoek vervolgen en trachten verder uit te werken. Wij hebben inderdaad ook gezien dat als je voedingsstoffen injecteert, dat daar een lokale reactie op gebeurt. Dat is eigenlijk wat we in dit onderzoek allemaal al aangetoond hebben. Dit is dan ook de essentie van ons onderzoek, waarbij we trachten aan te tonen wat dat mechanisme is. En zo hebben we gezien dat die mestcellen effectief enorm belangrijke spelers zijn en dat er een belangrijke analogie is tussen hooikoorts, astma en prikkelbare darm. Daar heeft u alles al over gehoord. Dat is ook de reden geweest waarom dat we onze interesse hebben gericht richting antihistaminica, het gebruik van Ebastine. Daar loopt ook nog bij ons een studie, dus mensen die nog geen Ebastine al hebben gehad, die zijn altijd welkom om nog verder dit onderzoek door te voeren. Nu, er zijn natuurlijk altijd patiënten die daar niet op reageren, omdat er natuurlijk verschillende mechanismen zijn die aan de ziekte ten grondslag liggen. En dat is waar wij nu verder op focussen. Wij zoeken nog verder naar andere mogelijke mechanismen dan diegene waar u vandaag alles over gehoord heeft. Belangrijk is dat FODMAP inderdaad een belangrijke behandeling is. Ik denk dat het een belangrijke stap voorwaarts is. De vraag alleen is waarom het FODMAP zo klachten uitlokken bij patiënten en niet bij gezonden. En volgens ons is dat natuurlijk omdat de gevoeligheid van de darm verschilt en afwijkend is bij patiënten. En dat is waar wij ons op focussen. Welke mechanismen, wat veroorzaakt die overgevoeligheid van die darm? En dat is natuurlijk belangrijk om nieuwe behandelingen en nieuwe targets, dus doelwitten voor behandeling, te identificeren. Dat is de essentie van ons onderzoek. En we doen dit via patiëntenonderzoek. Uiteraard hebben we jullie daarvoor nodig. Zonder patiënten lukt dat niet. Dus wij zoeken ook in ontlasting, in urine, in neuswaps, in biopten, zoeken wij naar mogelijke factoren om uiteindelijk verschillende groepen patiënten te kunnen identificeren waar elk mechanisme op die patiënten eventueel van toepassing is. Dit wordt dan getoetst in diermodellen, waarbij we die mechanismen die we denken van belang te zijn bij de patiënt ook in die diermodellen kunnen valideren en testen. En het is ook zo dat we uiteindelijk de rol van die mestcellen in prikkelbare darmsyndroom hebben kunnen aantonen. Dus wat doen wij dus verder? Nogmaals, ik heb geen tijd om daarop in te gaan, maar er liggen papieren die u dan kunt raadplegen om ons te contacteren. Maar wat wij nog verder doen, is dus ons vooral focussen op nieuwe mechanismen. We bestuderen elke cel, van epiteel tot immuuncel tot mestcel. Elke cel bestuderen we in groot detail, maar alleen daar hebben we natuurlijk patiëntenmateriaal voor nodig. En alles met de bedoeling om nieuwe medicaties te kunnen ontwikkelen, om subgroepen te kunnen identificeren, om op die manier patiënten beter en efficiënter te behandelen. En zoals hierop staat, nood aan patiënten voor deelname onderzoek. En dit is het e-mailadres van onze trial nurse, een van de trial nurses. En als u die een e-mail stuurt, dan wordt u dadelijk gecontacteerd. Voilà, dat was wat ik te zeggen had. Dank u wel.